Suriname geeft aan de uitvoering van sociaal beleid meer geld uit dan andere landen. Dit gaf de minister van Financiën en Planning, Stanley Ragubarsin, onlangs aan. Een betere uitvoering van het sociaal beleid is een van de kanttekeningen die door het IMF is gemaakt tijdens de 7e evaluatie. Uit een recent gehouden studie, Suriname Poverty and Equity Assessment, is aangegeven hoeveel procent van de bevolking in armoede leeft. Volgens de bewindsman moet ook het sociaal programma strikter worden aangepakt. Het probleem is niet dat we niet voldoende geld besteden aan armoedebestrijding. Het probleem is, we moeten dat geld beter besteden. Eén voorbeeld, we geven AOV aan alle rijke mensen. En je ziet dus uit die studie ook dat het sociaal beleid niet alleen terechtkomt bij de armste mensen. Het sociaal beleid komt ook terecht bij de middenklasse en bij de rijke mensen. Die studie laat zien dat als we datzelfde geld dat we hebben niet aan de rijken geven, al die subsidies die we aan EBS, via de EBS aan de rijke mensen geven, als we dat allemaal redirecten met hetzelfde geld naar de arme mensen, dat de armoede van die 17,5% naar 2,5% gaat. Wij kunnen met dezelfde hoeveelheid geld, maar een betere targeting, de armoede in dit land, op de kortst mogelijke termijn uitbannen. De studie over het armoedepercentage in Suriname is recent afgerond en het rapport is beschikbaar gesteld. Het onderzoek is samen met de Wereldbank, International Development Bank IDB en de Universiteit van Suriname gedaan. Daaruit is voortgevloeid dat 17% van de bevolking in armoede leeft. De minister gelooft er heilig in dat de armoede binnen korte termijn met inzet van elk individu uitgebannen kan worden. Op de website van Financiën of van de Wereldbank kan die zo gedownload worden. De studie plus een samenvatting van de presentatie. Ik zou dat zeer, zeer warm aanbevelen. En ook een debat hierover, omdat ik denk dat, dat wij de middelen hebben zonder dat we meer geld hoeven te halen. Maar met beter bestuur dat we de armoede gewoon binnen 1-2 jaar uit het land kunnen bannen.